ben Noortje de Sjitske. Ja, en vandaag zeker. Hebben we iets heel leuks te doen. We gaan de tuinmoers lopen. En ja, voor mij de derde keer. Voor mij de tweede keer. Zo, ik kan alleen mijn fout gaan. Maar we gaan daar even naartoe rijden. Ja. Tesla, man. Wauw. Het staat niet op de no. Details, details. Merk me niks van. Nou, we zijn er hoor. We zijn aangekomen. Na een lange rit. Ja, zeker. En nu lekker lopen. Ja, dus we gaan even ons aan. Oh, even onze tassen pakken. Aanmelden. Een kleine duinenmars lopen voordat we de duinenmars gaan lopen. Ja, inderdaad. Nou, maar ja. Tot zo. Nou, jongens. Ja. We gaan beginnen. We gaan ervoor. Woe! En het is links-rechts en we zijn allebei daar niet goed in. Nee, maar we hebben wel dit formulier gekregen voor de stempelkaartjes waar we zijn. Wij kunnen dit. Let's go. Nou, de eerste 5 meter zijn gaande. Jessica is ondertussen haar klaarheid aan het doen. Ja. En we lopen volgens mij nu al achter met onze route op de kaart. Waarschijnlijk. Dus. Dat ging soepel. Ja. Nog ik ga mijn trui op straks uit. Maar het is echt perfect weer. Daar is de duinen. Het is echt heel erg warm. Ja. Nou, het valt ook wel mee. De windje is lekker fris. Ja, maar dat maakt het ook voor zeg maar, te doen. Wat als we zwemkleren mee moeten nemen? De ouders zeiden nog. Moet je niet iets van handdoek of zo meenemen? Ik denk, we gaan lopen. We gaan niet zwemmen. Ja, maar I mean. Als ik dat nou zo zie. Het ziet het er wel lekker uit, dat zee. Dat is net als van een bovenbaden. Ja, dat is waar. Het is zeewater. Oh. Bijna. Ja, jouw tas is zwaar. Nou, er zitten ook 2 pakken fris in. Hallo. Wij zijn nu al 44 minuten aan het lopen. Ja. Net een lekker zonnetje en een lekker muziekje. Dus het gaat tot nu toe soepel. Dus het gaat tot nu toe lekker soepel. Zeker. Mooie duin ook. Dus. We hebben de eerste knippels net gehad. Ja. Dus we moeten nog 10 kilometer lopen. Zeker. Dus wat er al precies zijn, 4,3 plus nog wat. Ik probeer me zo erg stil te houden. Maakt niet uit. We zijn aan het lopen. Natuurlijk beweegt die. Ja, maar bij mij beweegt die vaak zo. Hallo. Ja, nee, dus de eerste knippels erop. Ja. Bij 4,3. Ja, die 700 meter hebben we nu al gelopen. Ja. Dus. Ja. 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 We lopen nu echt gewoon, zeg maar, daar zit een hele grote groep en daar zit een hele groep. Ja. Dus, en om ons heen zit echt niemand. Dat is wel nice. Ah, je bent een soepkip. We moeten gaan. Doei. Nou, we zijn op de helft hoor. Net 20 minuten zo gedaan. Van de vorige knippels naar deze knippels. Dus. Ja. Het gaat tot nu toe goed. Wij waren zo. Proost. Op de 0,5 kilometer. Deze telefoon kan gewoon. Wow. Ah, ik kan hem gewoon. Wow. We kunnen er niet veel. Wij niet. Wow. Oh. Kijk naar deze. Gewoon. Wacht, kijk, doe hem gewoon in mijn broekzak. Ja, maar ik heb er hier ook in. Oh, ik dacht, je gooit er gewoon leeg in de broekzak. Oh, dat kan ook. Nee, dat gaat niet passen. En bij mij? Jou een beetje. Ja, dat gaat niet zo passen. Nou, je gooit gewoon leeg, joh. Nou ja, leeg. Jij de helft. Ja, maar dit mag voor jou allemaal. Dit is voor jou. Want ik lust het niet. Ja. Dan moet deze ook nog doen. Ja.
Oh, mooi. Oké, wij gaan weer verder in ieder geval. We hebben de knippost al even geleden gehad. Ja. We zijn nu best wel door aan het stappen, want deze meid moet heel nodig naar de wc. Ja, en de bossen moeten iets te open. Ja. Dus we waren langs de tankstation gedaan en we gingen vragen, hey, is er een wc? Het zei ze, ja, die is verstopt, sorry. Er zijn zoveel mensen dat die zoveel troep ingegooid, dus hij is verstopt. Ja. Dus dat was jammer. Echt een aardige mevrouw. Ja, zeker. Je merkt dat veel mensen boos naar haar reageren. Ja, van onze antwoorden. En van was verbaasd dat wij zeiden, oh ja, jij kan er niks aan doen. Ja, klopt. Ze kan er echt niks aan doen. Nee, klopt. Zij kan er niks aan doen. Nou, nee. Ja, maar af en toe opruimen, maar daar heb ja, maar dan gun je voor. Dan gun je de ook niet. Nee. Maar we lopen nu lekker door het bos. Een soort van ja, bos. Het is een bos. Okay. Vier bomen, drie struiken, maar het is een bos. En we zijn onderweg hopelijk naar het schoutengebouw, omdat officieel moet je zeg maar een uurtje maken. En ja. Nu werd dat uurtje afgesneden. Ja, heel bijzonder. Maar dat komt, denk ik, dat het komt omdat in het begin was er een heel stuk was er een verbouwing. Dus dat er daarom bijvoorbeeld extra kilometers zijn gelopen die ze dan nu er weer vanaf haalden. Ja, denk het wel. Ja. Oef, ja, maar zien jullie wel weer als bij het scoutinggebouw geweest zijn. Dag, 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 dag. Hallo. Hey. We zijn er net, daar zo was het scoutinggebouw. En kon jij naar de wc? Konden we even plasje plegen. Toen gingen we even zitten, want... Ja, ja. Heel aardig mensen ontmoet. Zekers. Dus... Oh. Er lopen twee kindjes met kaboutermutsjes. Dat is echt super schattig. En we lopen nu op een bruggetje. Oké. Okay. Waar ben je? Daar ben je. Ik ben er weer. Oké. <Okay. laughs> ja. Dus we hebben lekker lopen chillen, eventjes pauze gehad. Ja. En we zijn nu bezig met de laatste tochtje. Ja, joh. Dus de laatste 15 minuten. Laatste knippertje gehad. Anderhalf kilometer nog. Ja, zoiets. Lekker. Niet zwaar. Nee. Anderhalf kilometer, dat is ook echt niks. Nee. Dus misschien dat is naar jouw huis. Ik denk het wel. Nee. Het is een kilometer naar het dorp, hoor. Echt? Ja. Huh? Oh. Oh, dat is heel weinig. Ja, ik denk het hoor. Maar dan zou je net zien, dan gaan we zo hard vooruit lopen dat we echt nog 3 uur moeten lopen. Nou, dan missen we de RSE. Ja, dat is waar. Die moeten we nog wel even kijken. Ja, belangrijk. Dat is heel belangrijk. Wat als het is terwijl we nog aan het rijden zijn? Gaan maar dan hou jij hem gewoon vast. Ja, oké, true. En dan hou je gewoon zo vast dat ik ook af en toe mee kan kijken. Niet de hele tijd op het rijden. Nee, rijden is belangrijk. Ja, je moet zo meteen... Hé, hey, start kabouterpad. Boom. We gaan een kabouterpad lopen. Lopen we dat wel goed? Ik weet niet. Wacht. Zijn hier zo bordjes? Ik denk gewoon hier rechtdoor, want net was daar een bordje dat we... Sure. Ik zei het nog, hè. Ik jinx net. Maar dan doen we dat nu. Beest. Een wesp. Een waps. Ik ben maar een beetje bang voor die beesten. Een beetje. Een beetje maar. Nee, maar een klein beetje. Nee, maar we zijn nu lekker aan het lopen. Heerlijk weertje. Ja, het is echt lekker weer op het moment. Gewoon een zonnetje. Klein windje. Briesje. En mooie natuur, omgeving. Ja. Het is echt wel lekker. Lekker vogeltjes fluiten. De lucht is blauw. Zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Teletubbies. Kom maar gauw. Woe. Oké. Ja, mijn arm wordt maar wel. Zijn ze even op een andere hoek. We zien jullie wel. Dag, 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 dag. Oké, Tjitske. We zijn er bijna. En we zien de eindfinish bijna show. En dan kunnen we rennen naar de pin. Oh, plas. Daar is de finish. Ik zie hem. Bijna. Gaan we naar die auto sprinten? Ja. Oké. Go, go. Ah!
Ach meid. We hebben het gehaald! Yes! We hebben, waarschijnlijk hoor je me slecht, maar we hebben hier 2 en nummer 3. En we zijn eindelijk klaar. We zijn de auto kwijt. Ja. Terwijl je er net wel van staan. Ja, volgens mij zit hem hier. Volgens mij zit hem. Ja, hij is hier. Oh, wauw. We hebben hem gevonden hoor. Oh, ging Ben door de ruit heen. Het is echt warm. Ja, ik zet in ieder geval wel aan dat de airco aan. Ja. Staat hij even vrij? Ja, staat vrij. Op rem. Oh. Even wat zachter. Oké, nou, dit was het einde. We gaan nu direct naar huis toe rijden. Ja. En zo te zien gaan we over 20 minuten midden op de weg gaan we eventjes de livestream van de RSW kijken. Ja. Oeh. Hey. Oh, ja. Maar hoe heet het? Het was echt gezellig, leuk. Ja, zeker. Ik miste wel de leiding van mijn tas af, wegen kapot gegaan. En we hadden dat, op dat moment hadden we echt de leiding nodig. We waren zeg maar bij het scoutinggebouw, dus we gingen daar zo aan leiding vragen. Alleen eentje was geplaceerd. Ja. En de ander was weg. Dus die kon ons niet helpen. Nee. En we hadden bij die andere scoutinggebouw dat ook niet gepakt. Maar ja, toen waren we er toch al bijna. Ja, daarom. Dus we gaan nu lekker naar huis toe rijden. Zeker. Dag, 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 dag. At a midnight special, shine a light on me. Met Stitch op de achterkant en hij heeft zo'n konijnenhelm. Het is wel echt een helm. Ja, zo'n hoes voor om je helm. Ja. Met de Stitch ook nog op de achterkant van de struin. Nou, hartstikke leuk.